Paus Franciscus heeft zijn reis door Azië afgesloten met een massamis in de Filipijnse hoofdstad Manila. Zeker 6 miljoen mensen trotseerden de stromende regen voor de dienst. De Duitse stad Dresden heeft alle bijeenkomsten in de openlucht voor maandag verboden vanwege terreurdreiging. De leider van anti-islambeweging Pegida wordt bedreigd door islamitische extremisten. Israël wil dat lidstaten van het internationaal strafhof in Den Haag stoppen met hun steun aan het hof. De reden daarvoor is een onderzoek naar eventuele oorlogsmisdaden van Israël in Palestina. Het oosten van Nederland kan vanmiddag wit worden door sneeuwval. Vooral in Gelderland, Overijssel en Drenthe kan het gaan sneeuwen, waarbij de zelfs kans is op meer dan 5 centimeter. Het PvdA-congres heeft een motie voor volledige vrije artsenkeuze verworpen. Partijleider Samson had in de problemen kunnen komen als de motie was aangenomen.